Tapen van en ter voorkoming van blessures komt steeds vaker voor in de sport. Marathonschaatsters Lisa van der Geest en Mariska Huisman kregen les van de fysio's Robert Klaasema en Jordi van Zelst van Gezond Plus in Wormerveer. Robert deed dat voor en toen was de beurt aan Mariska om collegaatje Lisa van een mooi gekleurd kunstwerkje te voorzien, terwijl Jordi de instructies gaf. Nou, dan gaan we starten met Mariska de tape gaat plaatsen van het detoniseren van de kuit. We volgen daarbij inderdaad het anker van onderuit de hiel. En dan komen straks twee lagen, net wat over de knieplooi. Dus eentje aan de binnenzijde van de kuit en eentje aan de buitenzijde van de kuit. Dus ze heeft net de eerste strook afgemeten en afgeknipt. Je kan direct ook de tweede strook daarbij. Precies, dezelfde lengte inderdaad. Ja, en er is niet altijd een fysio mee. Bijvoorbeeld als we naar Zweden gaan, dan zijn we zonder. En dan is het toch handig als we iets zelf kunnen. En dit leent zich er perfect voor. Het gebeurt nogal eens dat wij... Wij zijn niet heel voorzichtig, dus het gebeurt als dat wij vallen. Bijvoorbeeld met skiën of mountainbiken. Nou, blauwe plekken, je kent het wel. En als je dan de tape gebruikt en je plakt het op in een rastermodelletje en je haalt het er weer af, dan zie je ook echt die vierkantjes in je blauwe plek. Dus ik ben er wel bekend mee en het helpt ook echt. Dan besluiten de dames het geleerde in de praktijk te brengen. En vlak voor de training waagde Lisa haar kans om teammaatje Mariska Huisman middels een tapeje voor een shinsplint te boeden. Snel en vakkundig bracht Lisa het aan en de dames konden daarna het ijs op. De training verliep vlot en Mariska Huisman won de dag daarna het gewestelijk kampioenschap op de jaarwederbaan.